hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop in je smol. Internet, ja, internet heeft in zoverre gehakt gemaakt van de gevestigde orde. Daarom bedoel ik dat alle perspectieven die 15, 20 jaar geleden voor de muziekwereld er lagen, zeg maar, zeker vanaf de zakelijke kant, labels. Met gevestigde orde bedoel ik meer labels en dergelijke. En mensen die met artiesten werken in plaats van voor artiesten. Je hebt gewoon. Vroeger werd er een single gemaakt om een hitproduct. Had je 5 tv-stations, dan donderde je gewoon. Op al die 5 stations was die artiest te zien. Dus als je naar buiten ging, dan kende iedereen die artiest. En nu het aanbod door de digitalisering van de maatschappij. Je hebt zoveel mensen. Wat vroeger bijvoorbeeld muziek was, dat is nu clips. Tegenwoordig kan iedereen clips al maken. Je zit nou in een periode dat mensen gewoon een clip kunnen schieten voor jou vanuit huis. En tegenwoordig wel 40, 50 producties, 60 productiebedrijven die dat aanbieden. Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen internet. Weet je wel? Nee, internet heeft het natuurlijk makkelijk gemaakt. Sorry als ik even mijn ronde breng. Internet heeft het natuurlijk makkelijker gemaakt om alles naar buiten te brengen. Ja. Dat is makkelijker. Dus heel veel dingen zoals promotie en zo. Eigenlijk, die hele scene speelt zich eigenlijk op internet af. Dus kortom, je kan al je promo kan je in principe zelf doen. Dus ja. Wat dat er gaat, zijn voor dat soort dingen zijn organisaties helemaal niet nodig. Als artiest heb je niemand meer nodig daarin. Dus dat is een onderdeel. En daarnaast, dit is beredeneerd vanuit de artiest. Weet je, wat we willen hebben voor je product. Ja. Je wil promotie hebben, je wil je muziek zelf thuis kunnen maken. Je wil het naar je mensen kunnen sturen. Dus wat dat betreft, vroeger kreeg je zoveel te horen van, ja, als je met een label werkt, is moeilijk. En die doen lastig, die doen niet alles zelf. Dus op een gegeven moment denk je van, hé, dat is makkelijker nu. En daarnaast heeft internet ervoor gezorgd dat er zoveel gedownload wordt, dat het voor labels en voor de gevestigde oude grote labels. Vroeger hadden alle Amerikaanse labels hadden meerdere mensen binnen Nederland werken. Nu, het grootste label is Spek, volgens mij. Qua aantal medewerkers van Ali B. Die heeft 8, 9 of 10 mensen werken alleen op de binnenlandse markt. Bijna niemand, zelfs Topnotch heeft dat niet. Die hebben volgens mij ook 2 of 3 man op kantoor zitten. Dus je ziet gewoon, een EMI was vroeger groot, het Universal, Mojo had een Nederlandse afdeling. Dat is allemaal weg, omdat er gewoon geen geld binnenkomt. Omdat mensen gewoon het downloaden. Puur door dat alleen al is er zoveel geld weggegaan uit die gevestigde machtsstructuur. Dat is gewoon allemaal weg. Het draait er nu echt om, kan jij goede muziek maken? Steek jij veel tijd erin? Blijf je er niet met je reet op zitten, maar ga je het aan de mensen brengen zelf? Dat kan nu allemaal. En wat dat betreft, zoals het ooit was toen wij begonnen, het is nu precies het tegenovergestelde. En het mooiste is nog, ze verwachten nu van ons dat je je eigen beats bijna zou maken, je eigen clip, je eigen teksten schrijft. Al die tijd erin steekt, je eigen promotie, je eigen cd-pers. En die willen ze nog gratis hebben en ze willen op de gastenlijst staan. Ja. Dus maar het verschil is natuurlijk ook, wat je net zei, van iedereen kan bijna een clip maken. Dat komt natuurlijk niet door internet. Ook omdat op internet de informatie over hoe het te doen en de voorbeelden en weet ik wat allemaal natuurlijk te vinden zijn, onder andere. Maar computers zijn natuurlijk ook veel sterker geworden. Vroeger konden wij op onze pc's konden wij net fast tracken draaien onder DOS. En that's it, weet je. We kregen op een gegeven moment net Cubase aan de slag op dat apparaat. That's it, weet je wel. En tegenwoordig, die computers, die allemaal heel betaalbaar zijn, er kan eigenlijk alles mee gedaan worden. Die dingen zijn zo sterk, weet je wel. Mogelijkheden zijn onbeperkt. Ja. Plus dat via internet is er zoveel weer extra te halen voor erbij, weet je wel. Neem bijvoorbeeld alleen al beats maken. Hoeveel sample packs zijn er niet te vinden? Hoeveel shit, weet je. Vroeger moest je alles diggen eigenlijk. Het is gewoon het digitale. Uiteindelijk zou de quote eigenlijk moeten zijn dat de digitalisering van de maatschappij alles heeft omgedraaid. De techniek, En je zal binnenkort kijken, binnenkort zal het nog verder gaan. Je hebt nou al, zeg maar, buiten muziek om. Je hebt nou van die 3D-printers met lasers. Dan kan je gewoon een tafel tekenen, Ja, dat je hebt gezien. Je tekent gewoon een tafel in de lucht en die printer maakt die tafel gewoon. Dus dan heb je gewoon, en dat is dan wel van plastic. Maar je kan straks gewoon je eigen, bij wijze van spreken, je eigen shirts en je eigen shit gewoon thuis maken. Dan heb je helemaal niemand meer nodig. Nee. Die kant gaat het gewoon op straks. En dat zie je gewoon. En ik vind zelf het positieve effect daarvan, is dat het nu echt gaat draaien zo meteen om de kwaliteit van wat je levert. Weet je? Als jij gewoon goede shit maakt en jij maakt er een goede clip bij zelf en je maakt een goed promotieplan, dan kan je dat zelf naar TMF of MTV brengen of naar de radio als het daarvoor geschikt is. Of gewoon zelf je markt maken.